Nou, we staan hier met Herna Verhagen, CEO van PostNL. En zojuist bij de Opzij Top 100 uitgeroepen tot machtigste vrouw van Nederland. Allereerst gefeliciteerd, Herna. Dankjewel. Wij zijn van Women in Charge. 27 november is de Masterclass. Waarom vind jij vrouw en leiderschap zo belangrijk? Ik vind leiderschap belangrijk. Laat ik daarmee beginnen. Omdat dat uiteindelijk richting geeft aan wat jij doet als mens, maar ook wat een bedrijf doet. En vrouwen en leiderschap, ik geloof in de mix van mannen en vrouwen. Ik geloof in diversiteit. Maar ik geloof ook heel erg in gelijkheid en gelijkwaardigheid, ongeacht geslacht, ongeacht etnische afkomst, ongeacht seksuele geaardheid. Dus die diversiteit, ja, daar denk ik dat je kracht aan kan ontlenen. Dat je daar heel veel verschillende soorten competenties bij elkaar kunt krijgen die je uiteindelijk succesvol kunnen maken. Nou is Women in Charge, het is dan in dit geval voor vrouwen. Wat kunnen vrouwen doen, één tip, om zichzelf hoger op die maatschappelijke ladder te krijgen? Ja, eigenlijk het simpele antwoord blijft trouw aan jezelf. Dus denk heel goed na over wat zijn voor mij belangrijke waarden, wat zijn voor mij belangrijke drijfveren. En blijf daar trouw aan. Omdat je van daaruit heel veel kracht en passie haalt. En ik denk dat dat cruciaal is om succesvol te zijn. Oké, en de laatste vraag. Waarom zouden vrouwen echt naar de Masterclass Women in Charge moeten komen op 27 november? Ik denk dat elk platform waarin je met elkaar kunt praten over talentontwikkeling of competentieontwikkeling helpt om uiteindelijk succesvol te zijn. Super bedankt Herna en een hele fijne avond nog. Dankjewel. Van alle aandacht. Ja, dankjewel.